Welkom bij de derde aflevering van Geloof je dat? In deze aflevering gaan we stilstaan bij het verhaal en het geloof van Noah. Want geloof had hij zeker. Laten we eens kijken naar zijn verhaal en daaruit dan weer halen waar zijn geloof uit kunnen halen. We lezen in Genesis 6. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al het gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. We lezen dus dat sinds Adam en Eva de mensheid zich begon te vermenigvuldigen. Maar daarbij gebeurde het ook nog eens dat de mensen zich af gingen dwalen van Gods gebod en niet meer met God gingen leven. Wat deden ze namelijk anders? Ze leefden naar hun eigen gebod, naar hun eigen zin en vleeselijke behoeftes en lusten. En dat vindt natuurlijk niet fijn, want hij wil dat wij met hem leven en de consequenties van niet met hem leven, zoals we eerder hebben gezien, is de dood. Dus daarom wilde hij dit slechtheid van de mens corrigeren door de mensheid van de aardbodem weg te vagen. Maar er was één persoon die wel God vreesde en niet meeging met de dwaasheid. We lezen in vers 8, maar Noah vond genade in de ogen van de Heere. Daarom zei God tegen Noah, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronde richten. Maar voor uzelf een ark, maak voor uzelf een ark van goverhout. En vanaf hier beschrijft God aan Noah hoe hij deze ark dan dient te bouwen, zodat hij wel kan vluchten van die zondvloed, zodat hij niet ten onder gaat met de rest van de mensheid die niet welbehagen zijn in de ogen van de Heer. En vanaf ook dit moment zien wij het geloof in Noah. Hoe? Nogmaals, wat is geloof ook alweer? Zoals we in de introductieaflevering hebben uitgelegd, betekent geloof volgens Hebreeën 11:6. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Wat wordt hiermee bedoeld? Hiermee wordt bedoeld dat wij het gebod van God gehoorzamen, ondanks dat we het resultaat daarvan niet kunnen zien. Maar omdat het gebod van God komt en hij al weet dat het al goed is, zal dat wel het beste zijn en daar geloven we in. En dit is precies wat we zien bij Noah. God gaf Noah een gebod, het bouwen van een ark. Ondanks het gebrek van het zien van het resultaat van het bouwen van de ark, gehoorzaamde Noah toch. Want we lezen, en Noah deed het, overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. Wat is dan het resultaat wat hij had dan moeten zien? Namelijk, de aarde was nog helemaal niet overlopen met water. Het was gewoon droog. En hij moest 90 jaar lang bouwen aan een ark waarvan hij niet wist van, hey, zal er wel überhaupt ooit water gaan komen? Stel je eens voor, 90 jaar lang bouw je aan iets niet wetende of je het ooit zou gaan gebruiken. Hij zag geen water en hij wist ook niet waar deze water vandaan zou komen en wanneer. Maar nogmaals, omdat het gebod van God kwam, had hij hoop en bewijs, ondanks dat hij het niet zag. En dat is een voorbeeld van een sterk geloof. Waarom is het een sterk geloof? Want het was niet een eenmalige opoffering die Noah deed. Nee, het was een opoffering van zijn hele leven bouwen aan de ark. Zijn hele leven toewijden aan het gebod van God. 90 jaar lang. En het grappige is, wij haken al af als we na één keer bidden niet ons gebed geantwoord krijgen. Of dat we na één keer de tiendes van onze inkomsten per maand hebben gegeven, dat we dan niet zien dat God die ons beloont. Wanneer we God willen volgen, moeten we dat echt ook doen met volle overtuiging. En niet conditioneel, maar onconditioneel. Dus wij geven omdat wij willen geven. We geven niet het gebod of we geven niet de tiende aan de kerk, zodat we daar dan direct meteen 50% rendement uit halen. Of we bidden niet zodat hopelijk dan God ons gebed hoort en geeft wat wij
willen. Nee, wij luisteren naar God omdat we naar God luisteren. Omdat Hij almachtig is. Omdat Hij heeft ons gecreëerd. En omdat Hij van ons houdt. Zo geven we ook dus die liefde terug. Door onvoorwaardelijk naar Hem te luisteren. We moeten dus God volgen met heel ons hart. En met heel ons leven. En dat zal niet alleen fysiek zwaar zijn. Zoals Noah 90 jaar lang fysiek heeft moeten bouwen aan een ark. Maar dat zal ook mentaal heel erg zwaar voor ons zijn. Want nogmaals, dag en nacht investeer je niet alleen maar je fysieke energie om iets te bouwen, maar daarbij zie je het resultaat niet. Dus die mentale ontrustheid zorgt voor extra fysieke energie, waardoor je misschien nog meer uitgeput raakt. Want je bent bezig en je begrijpt niet waarvoor je het doet of je ziet niet het resultaat. En daardoor raak je misschien nog meer uitgeput. En dan gaat ook de duivel in je hoofd spelen. Waarom doe je dit? Je bent gek. Stop ermee. Het heeft toch geen zin. Maar niet alleen zou het fysiek en mentaal zwaar zijn, maar ook in sociaal opzicht zal het zwaar zijn. Hoe dan? Nou, omdat jij 90 jaar lang bouw je aan een ark. Het is droog op het land. En al je vrienden en de mensen om je heen kijken naar jou en denken, wat is er met deze gek? Waar is hij mee bezig? Waarom bouwt hij een boot terwijl het super droog is op het land? En dan krijg je ook weer opmerkingen. Maar, zoals Noah dat heeft gedaan, moeten wij dat ook doen. Stand vasthouden aan ons geloof, aan het gebod van God. Ondanks wat de mensen om ons heen misschien van ons vinden. Ondanks wat we zelf misschien denken over het gebod van God. Ondanks de moeite die het ons fysiek kost om het gebod op te volgen. En dat betekent wat sterk geloof heeft. Want waartoe resulteert dat? Dat resulteert uiteindelijk tot de verlossing. Zoals het volk van Noah in de ark is verlost en de rest van het volk is weggegaan in de zondvloed. Dat is het verhaal van Noah en dat is wat we leren van zijn geloof. Dankjewel voor het kijken.